Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goede nieuwe video van Creatorcraft. En ja, ik weet het. Het is al heel erg lang geleden sinds ik hier nog een video over heb gemaakt. Er is al heel wat veranderd. Ik heb ondertussen al een Elite Raid, de Ender Dragon, is al verslagen. En ja, in deze aflevering wil ik graag wat bouwen. Ik wil graag aan deze mining gaan werken. Weghalen. Zo. Dus kijk, ik heb hier een systeem gemaakt dat ik hier mijn minecarts naar boven kan. Minecarts mijn kist in. En dan wordt hier de kist gelegd. Komt het dan in deze kist. En dan gaat het dan automatisch gesorteerd worden. Het is gewoon als ik ga minen dat ik snel mijn spullen naar de opslag kan doen. Maar ik wil dit hier nog even wat beter gaan maken. Dus hier een blok gekomen. Dan hier, hier, hier. En dan ga ik eerst even gewoon alle pilaren hier zo plaatsen. Maar hoe gaat het met jullie kijkers? Hopelijk gaat alles goed. Ik ben weer van plan om wat vaker te gaan sporten. Ik had net voor deze opname nog een half uurtje gesport. En ja, ik had ook nog net gedoucht. En dan neem ik nu deze video op. Ah, dit gaat wel heel veel hout kosten, zie ik. Ik heb ook al een eigen shop. Dat heb ik nog niet getoond in een video. Alleen de shop die ik heb verkoopt helemaal niet. En hier kom ik al helemaal tot boven. En wat ik nu nog moet maken is heel veel trapdoors. Je vraagt je af wat ik hier mee van plan ben. Dat gaat zo wel duidelijk worden. Dus dit maak ik even weg en dan kan ik hier water plaatsen, hierop komen, dan hier, ook hier aan deze kant, dan mogen die bokken weg, zodat ik nog van weg kan komen, en dan is het gewoon heel veel trapdoors plaatsen. Trapdoors zijn echt heel duur om te maken. Ja, nu komen we boven. Wat nu de bedoeling is dat we gewoon dit doen. Kijk. Oei, ik ben mijn eigen spijkerklaar een stukje vergeten. Maar dat wil ik dus aan alle kanten doen. Ik vind het heel erg leuk om dit te doen met de trapdoors. Met die kant nog. Ik moet ook zien dat ik iets heb van verlichting. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik vind trapdoors kan je nog best wel wat gebruiken om te bouwen. Wat ik nu nog zou willen doen is even deze kant even opvullen met deze trapdoors. Kijk even hier de trapdoors en dan kan ik hem hier gewoon openen om naar beneden te gaan. Of ja, hier zo openen kan ik naar beneden springen en dan ben ik in de mijn. Weer even beginnen aan een nieuw bouwwerk en daar ga ik waarschijnlijk ook nog een timelapse van komen. Dus als dat zo is, dan gaan jullie zo meteen zien. Thank you.
Ja, dat was de timelapse. En nu ben ik even bij Spawn. Hier is... Zo, dat was de timelapse. Nu ben ik even bij Spawn. Er staan heel wat shops. Hier was iemand bezig met een shop te maken. Hier hebben we de portaal om naar de shopping district te gaan. We hebben... Oh, hi. Hier hebben we eigenlijk twee portalen. We hebben hier een portaal. En dan hebben we verderop daarboven ook nog een portaal. Zelf ook een eigen shop. We zijn ook aan het plannen met deze server misschien. Heel misschien deze mycelium of zoiets. Deze blokken te veranderen door gras. Dat ziet er dan veel beter uit. En ik ga even kijken naar mijn shop. Of er iets verkocht is. Waarschijnlijk niet. Hier heb ik mijn eigen shop gemaakt. Het is misschien wat afgelegen. Maar ik verkoop hier mijn gunpowder. We gaan even kijken of er al iets verkocht is. Nope. Verkoopt niet zo goed blijkbaar. Ik ga ook even terug naar mijn basis gaan. Dus al een paar dagen verder sinds die timelapse die ik heb opgenomen. En nu zijn we bij de tempel. Ik heb ook wat ingericht nu. Ik heb een diamond troon gemaakt. Dus hier is mijn troon. Ik denk dat ik hem misschien toch wel ga aanpassen, want ik heb iets te veel diamond blocks in verwerkt. En dat zijn zogezegd dan de wachters of zo, de soldaten. En hier wat verlichting, maar ik denk dat ik hier ook ga afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Laat dan een blauw duimpje omhoog. En hopelijk zie ik je weer snel terug bij een volgende video. Dus doei doei!